are stumping and the jam is pumping. Look at here, the crowd is jumping. Het nieuwe basketbalseizoen in eerste klasse gaat van start met een topper. In de sporthal van Aalst ontvangt Okapi Aalstar vice-kampioen Spirou Charleroi. En hoewel we in Oost-Vlaanderen zijn, zien we toch twee Limburgers op het terrein. Sacha Massot en Thomas Dreeze zijn de enige twee Limburgers in de hoogste afdeling. Tongenaar Massot bij Charleroi en Bocholtenaar Dreeze bij Aalstar. Ik heb door mijn zware blessure een jaar niet kunnen spelen, heb ik even zolder gespeeld. En dan het jaar daarna ben ik via aan Luxemburg geraakt. Dan heb ik daar een vrij goed seizoen gespeeld. En dan kreeg ik een telefoontje op het einde van het seizoen. Een concreet telefoontje van Aalst. En ik heb eigenlijk niet lang over nagedacht. 2003, 2004. Ik kwam van Pepesterre over. En dus nu mijn 12e jaar professioneel basketten. Zelfs toen ik in Antibes was, was ik uitgeleend door Charleroi. Ik heb hier altijd contract gehad. Dus, het zijn dezelfde mensen die in Antibes zitten als in Charleroi. En ja, ik voel me hier wel goed. Ja. Het Limburgse basket gaat wel goed, maar ik denk dat het een probleem is aan de grootte. Als je kijkt in België, dat eigenlijk heel weinig ploegen in België minuten geven. Ik bedoel, fatsoenlijke minuten, niet garbage minuten op het einde van de wedstrijd. Maar ik denk dat een ding is waar gewoon iedereen moet werken. En je ziet het is mogelijk, je moet gewoon altijd in blijven geloven. Ik denk vooral nu een eerste nationale ploeg dat vooral belangrijk is. Er zijn al enkele jaren geruchten dat eventueel gaat komen. Maar dat mag nu wel komen, want het is nodig. Zodat het basketbal in Limburg een boost krijgt voordat de jongeren terug gaan beginnen basketten en dat ze eventueel een toekomst in eerste nationaal hebben. Een beetje trots om Limburg te zijn. Limburg en Weelburg, hè? De overwinning is voor Aalstar, de ploeg van Bocholtenaar Thomas Dreeze. Gisteravond zorgde tweede klasser Cuva Houthalen voor een serieuze stunt door in de achtste finales van de Beker van België recordkampioen Charleroi te verslaan. In een spannende strijd werd het 90-87 voor de thuisploeg, na een driepunter van Ronnie McCallum in de slotseconde. In de kwartfinale ontmoet Houthalen de winnaar van de wedstrijd Waregem-Aalstar.